Deze week werd Lech Kaczyński gekozen tot de nieuwe president van Polen. Een man met uitgesproken conservatieve ideeën met betrekking tot thema's als abortus en homoseksualiteit. Een ontwikkeling die binnen de Europese gemeenschap met argusogen wordt gevolgd. Maar hé, Polen. Toch is ook in de Nederlandse grote steden tot voor kort oases van tolerantie de welwillendheid ten aanzien van openlijke homoseksualiteit tanende. De gemeente Amsterdam experimenteert nu met een nieuwe aanpak. Kijkt u naar een bijdrage van Walter Stoeltjens en cameraman Onno Insgelijks. Niet dat hij ook Stoeltjens heet, maar goed, u voelt hem. Luister, ik ben hier geboren en getogen. Ik zal me toch zeker niet laten wegjagen door een stelletje van die opgeschoten pubers. Oké, dit. Daar gaan we dus meteen wat aan doen. Waaraan? Aan die verongelijkte houding. Welke verongelijkte houding? Je kunt natuurlijk dezelfde boodschap overbrengen op zo'n manier dat het niet meteen die reacties losmaakt die het jou in de buurt zo moeilijk maken. Ja, dan en hoe doe ik dat dan? Begin even met je fysiek. Ik zet om te beginnen eens eventjes je voeten naast elkaar. Sorry. Nee, met afstand. Dit is een goede afstand, 50 centimeter. Ja? Ja. Je ademt met je buik. Ja. Laag, zwaar. En je hangt voorover, je gooit je stem omlaag, je kijkt van onder je wenkbrauwen en je zegt wat je te zeggen hebt. Ik ga me toch zeker niet laten wegsturen op het Mercatorplein? Niet tot ze toch zeker? Gewoon weinig woorden, hou het simpel. Ik ga niet weg van het Mercatorplein. Ik ga niet weg van het Mercatorplein. Ik ga niet weg van het Mercatorplein. Laag! Ik ga niet weg van het Mercatorplein. Kijk, nou, dit begint ergens op te lijken. Ja, lekker. Nee. Er is een tijd en een plaats voor alles. Ook voor leren broeken. Kijk, je kunt die leren broek natuurlijk ook in een plastic zak doen en hem dan pas aantrekken als je in de warmoestraat bent. Och, ja, tuurlijk, ja. Veel mensen. Maar niet hier op het Mercatorplein, hè? Want dat is vragen om moeilijkheden. Tenzij je een motor hebt, ja. Dan klopt het weer. Maar ik heb geen motor, vind ik eng. Nee, maar begrijp je, dat is heel verwarrend voor sommige groepen jongeren. Want ze zien iemand in een motorpak naar buiten komen die vervolgens op een fiets de straat uitgaat. Dat wordt verwarrend. En die verwarring zet zich om in onbegrip. Onbegrip, ja. Ja. En onbegrip wordt weer agressie. Agressie, ja. Hetzelfde met die snor. Die kan eraf, hè. Want waarom zou je provoceren als het niet nodig is? En als je dan naar de Warmoestraat gaat, dan plak je deze op. Oh, ja. Een cadeautje van de gemeente Amsterdam. Dank je. Dat zijn ze. Oké, even concentreren nou, hè. Je maakt slootje paard. Sloot, paard, sloot. Nee, weet je wat ik jou zie doen? Ik doe het even gek voor, hè. Jij doet een beetje dit. Oh. En je gewicht moet hier zijn. Ja. Dus je slootje paard, slootje paard, slootje paard, slootje paard, slootje paard, slootje paard. Is dit jouw auto? Ja, is mijn auto, ja. Nou, dan kun je af en toe eens onder gaan liggen, hè. Puur voor de vorm, hoor. Je hoeft niet echt te gaan sleutelen. Maar dan kan je dingen roepen als... Aha, ik zie het al. Dubbelliggende nokkazen. Dubbelliggende, ja. Probeer eens. Oh, daaronder. Ja. Aha, ik zie het al. Dubbelliggende nokkazen. Nou, dat is helemaal niet slecht. En haal die Pink Panther van je achteruitkijkspiegel. Ja. Kom nog een hoop bij kijken, hè. Nee, mam, het is helemaal niet alsof ik mezelf verloochen. Nee, ik sta op deze manier juist veel dichter bij de natuur. Mam, het is in de natuur heel normaal dat je aanpast als je bedreigd wordt. Ja, dat zegt Jos ook. Mimicry heet dat. We willen hier in Amsterdam de boel bij elkaar houden. Ja. Ja, nee, ik ben ook heel blij, hoor, dat de gemeente er nou wat aan doet. Want integratie moet natuurlijk wel van twee kanten komen. Maar u doet heel goed, hoor, mevrouw. Hoor je het, man? Nou, ik vind het af en toe ook best moeilijk, hoor. He? Ik heb ook zo mijn grenzen. En eigenwaarde. Dat heb ik natuurlijk ook wel op een of andere manier.